Welkom lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Klasse, de podcast. Welkom allemaal, we zijn nog steeds met Joe, Anneke, Marvin en mijn naam is Ben Kremers. Fijn dat jullie er allemaal nog zijn en we beginnen even met een this or that. Doen we om de beurt, begin ik bij jou en dan ga ik verder naar Joe. Wijn of bier? Wijn. Winter of zomer? Zomer. Bestuurder of bijrijder? Bestuurder. Videoland of Netflix? Netflix. Curry of ketchup? Curry. Praten of luisteren? Praten. Familie of vrienden? Nee, die kan ik niet kiezen. Ja, je moet kiezen. Oh, die kan ik niet kiezen. Ik heb vrienden geadopteerd als familie. En... Familie. Familie. Joe, foto of video? Video. Video. Sporten of gamen? Sporten. Festival of concert? Festival. Niet meer. Niet meer? Ja, als je wat ouder wordt dan... Voor wordt het een concert. Of moet ik zeggen, voor jou is het bioscoop of theater? Theater, denk ik. Theater. nog eentje. Even kijken. Een knuffel of een kus? Een knuffel. Een knuffel. En pizza of pasta? Ik heb een broer in Italië. Een goede pizza is het lekkerst. Ja? Maar pasta, je kan er ook in. Ja. Maar je moet kiezen. Een goede pizza. Een goede pizza? Wel een goede. Je hebt een broer in Italië? Ja. Oh, wat Sicilië. Gaaf. Oh, wat tof. Ja, met een maffia. Nee. Hij is event manager daar. Oh, kikker. Ja. Oh, dat is tof. Ja. Spreek je hem veel of... Ja, ik kan veel meer. Maar voor coronatijd wel, zag ik hem ook veel meer. Mm-hmm. Maar nu af en toe met kerst en iets van 2-3 keer in het jaar. Okay. Maar videobellen wel eens hoor. Dus, Top. Ja, dat is wel top. Ja. Anneke, familie of vrienden? Ik hoorde jou heel lang twijfelen. Ja, nou ik ben sowieso mensenmens. Ja. En ik heb gewoon bepaalde vrienden, die heb ik echt al jaren. Die gaan bij mij ook gewoon door voor familie. En ik heb familie heel dichtbij, ik heb familie wat verder weg. Je hebt familie waar we meer contact mee hebben, wat minder. Ja. Dus ik vind dat wel een lastig hoor. Dat is ook een lastig. Ja. Maar als jij moet kiezen, familie of vrienden? Familie. Familie, ja? Ja. En waarom? Nee, je bent familie voor mij toch? Ja. Dan ben ik klaar. Dan ben ik klaar. Dan ben ik klaar. Oh, nice. Oké, tof. Maar gezin op één, hè? Ja. Onze directeur zegt altijd, gezin, werk. Studie, dat is altijd, maar dat... Zegt hij dat echt? Ja, dat zegt hij altijd. Ja, gezin, denk ik, studie. Ja, maar dat gaat wel eens door elkaar heen. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Want jullie hebben het natuurlijk super druk. Jullie zijn heel bevlogen en heel erg bezig met je werk. Hoe komen je, want jullie hebben allebei, we hebben allemaal eigenlijk kinderen. Hoe combineren jullie dat dan? Nou, ik kan wel een leuk verhaal vertellen. Mijn kinderen zijn ook mijn inspiratie, want ik werk dan met Korsakoff-bewoners en die houden van roken en van koffie. En ik zag een keer dat mijn oudste zoon die gooide een koffiecup op de grond, weet je wel, die koffiecupjes. Ja. En die gleden zo echt op de grond. Denk zo, lijkt net een schoolsteen. Toen dacht ik van, weet je wat, ik neem mijn espresso-apparaat mee naar mijn werk. En de bewoner die heel erg van koffie houdt en eigenlijk nooit in beweging kwam, dacht ik, weet je, we gaan gewoon een soort van tafel curling doen. Weet je wel, en dan ging het team cappuccino, de witte cups tegen de zwarte koffie. Okay, en dan gingen we een soort van wedstrijdje doen. En dan kreeg ik in mijn beweging en na de tijd de espresso apparaat pakken en dan gewoon koffie drinken. Weet je wel. Dus dan is het gewoon heel het plaatje compleet. Oké, maar je moet dan, als jullie zo bevlogen zijn, ook wel een sterk thuisfront hebben dan, of niet? Zeker. Die overneemt en zorgt. Want dat hebben jullie, dus begrijp ik. Ja, ik heb een heel fijn thuisfront. Oké. Okay. En mijn man werkt ook in de zorg, dus wij kunnen ook gewoon elkaar afwisselen. Wij leven er zelfs, toch? Ja, wij leven er zelfs. Wij kunnen elkaar afwisselen, dus dat is echt super fijn. En dan hebben wij het geluk voor een vaste vriendin oppas. Oh, die nice. Al jaren elke een vaste dag oppast. En verder, als het echt heel last wordt, neem ik kinderen gewoon mee naar werk. Ja. Kinderen en ouderen is een topcombinatie. Ja, dat klopt. Dat ben ik met je eens. Nice. Ja, dat hebben we ook al eens gedaan, hè Mark? Onze kids mee naar school. Onlangs heb ik het weer gedaan, toch? Ja. Dat is gewoon goed.
En het is wel mooi omdat die kinderen, bij ons van de middelbare schoolkinderen, zeg maar, die reageren altijd leuk op kinderen. En ouderen eigenlijk precies hetzelfde. Eigenlijk reageert iedereen wel leuk op kinderen. Tuurlijk. Ja. Ja, eigenlijk moet er gewoon een soort van kinderdagverblijf naast een verpleeghuis staan of zo. Ik zit wel daarover te denken. Want hoe oud zijn je kinderen? 2,5 en bijna 1,5. Bijna, mooi man. Ja, ja, verschil. Ja, ze spelen nu lekker samen. Stom. Ja. Die van mij maken ruzie samen. Voor mij ook nog wel, soms. Ja, maar je hebt twee dames, toch? Ik heb twee dames. Ja. Twee totaal verschillende dames. Ja. Dus dat, de ene is heel rustig en stil, doet lekker een eigen dingetje. En de ander die is de hele dag bezig en van alles aan het doen en aan het verzinnen. En wat ik wel heel tof vind aan de... Kijk, de jongste die kan heerlijk knuffelen en uren bij je zitten. Mm-hmm. Dus ook bij de mensen op mijn werk. Pas was ik op mijn werk, moest echt wat doen. En toen ging er dus een oma met mijn kind op de rollator. Ging er vandoor. Die gingen samen koffie drinken in het restaurant. Nou, zij met een chocomelletje, oma met de koffie. Oh, wat leuk. En mijn oudste dochter, dat is zo tof. Als ik het niet voor elkaar krijg, mensen die zeggen van, nee, ik wil echt niet meedoen. Ze loopt er gewoon heen. Ze pakt ze bij de hand. Ze trekt ze zo uit bed. En ze neemt ze zo mee naar de groep. En dan gaat het wel. 6. Zo. Nice. Die heeft daar ook echt feeling voor. Dat gaat helemaal natuurlijk. Zit in de familie. Ik wil net zeggen, dat appel valt niet ver van de boom, zeggen ze dan toch? Zeker. Hey, maar even terugkomend op dat kinderdagverblijf naast een verzorgingstehuis of iets dergelijks. Dat zijn wel leuke ideeën. Ja. Hebben jullie nog meer leuke ideeën? Of te veel? Ja, ik heb wel een idee, joh. Dat is niet normaal, maar ja. Soms moet je een beetje een droomwereld creëren of zo. Mm-hmm. Kun je dat ook wel eens doen? Ja. 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 Soms is het echt out of the box, weet je wel, maar ja. Ja, maar dit is, als ik even hardop mag denken, als wij al hard, een kinderdagverblijf naast een oudere complex, of het, hoe noem je het, oudere complex? Verpleeghuis inderdaad, ja. Het zou best wel leuk zijn. Ja, laatst hadden we weer een groep kinderen van Rotterdam Zuid. En die gingen dan met de bewoners dansen, stopdansen en zo, weet je wel. Nou, die bewoners, die gingen helemaal los. Wat Al net ook verteld, wat kinderen. Ja, kinderen en dieren, dat is gewoon iets wat... Ja. Ja, kinderen brengen vreugde volgens mij toch. Ja, maar die mensen gaan ook echt... Ik vind het zo tof om te zien dat iemand die de hele dag bijvoorbeeld dezelfde woorden herhaalt... of elke 5 seconden vergeet wat ze daarvoor wilde gaan zeggen. En dan staat een kind voor de neus. En het verandert ineens in een oma zonder dementie. Dat je echt denkt van, waar is dit gebeurd en hoe is dit gebeurd? En pas was mijn dochter er en die wilde dus een gehaktbal. En die wilde aan de... Je hebt 2 woonkamers en ze zegt, ik wil mee eten. Nou, ja, als er wat over is, kan. Dus er was wat over en zij wilde daar mee eten. Dus komt een andere bewoner haar halen. Nee, ik had tegen je moeder gezegd dat ik op jou zou passen, dus je blijft naast mij zitten. En toen ging ze mee met die ander. Ja, ik vind dat zo mooi. Dat is toch leuk? Ja, tof. Ja, ze zijn ook echt aan het oppassen. Ja, nou mooi toch? Heerlijk. Ja, heel gaaf. Hey, een ander puntje waar we het graag over willen hebben is de tekorten in de zorg. Je ziet het overal voorbij komen op het nieuws, in de krant, social media, noem het maar op. Jullie werken in de zorg. Wat is jullie mening? Hoe we het aan moeten pakken bedoel je? Of, Nou, überhaupt, is er daadwerkelijk een tekort? Hoe zou je het aan kunnen pakken? Hoe kom je aan mensen? Ja, wij zijn nu sinds kort zijn we inderdaad bezig. We zijn een soort van ambassadeur voor onze Lely Zorggroep. En, we willen ook een podcast gaan opnemen. Ja, dus daar zijn we ook, we willen ook graag kijken hoe jullie het doen natuurlijk. Mm-hmm. We willen ook naar de scholen toe, dus misschien kunnen we ook een keer naar jullie toe komen. Heel tof. Genoteerd. Ja, we hebben zo'n Volkswagen busje, zo'n oude, weet je wel. Ja, vet. En ook met onze logo erop, tenminste de logo van Lely Zorggroep. Ja. We willen dan ook een soort setting bouwen. Had ik gezien van zo'n voetbalpodcast in de bus. Ken je die? Ja van Fresia en Milan of zo, toch? Nee, dat is toch van dingen. Is dat van Fresia en Milan? Ja, ik dacht van Perez, toch? ESPN is dat. Volgens mij. Ja, je bedoelt die van zitten in een busje en dan gaan ze langs die voetballers en dan gaan ze gewoon, of oud voetballers, gaan ze in een busje zitten. Was dat niet van Kenneth Perez? Nee, dat is een andere. Nee. Dat is een andere, dat is iets met zijn spiegel of zo, toch? I doubt you, man. Volgens mij is dat van Kenneth Perez dat hij in de bus zit. Nee, die zit nooit in een bus van Kenneth Perez. I doubt you, man. Nee, ga niet googlen. Google het nu meteen. Fresia en Milan in de bus. Ja, okay. Ik zeker nu. 100? Ja, serieus? Ja. Oké, nu checken. Ik ga proberen sorry te zeggen als ik gelijk heb. Ondertussen vertel verder. Ja, dan was ons idee om dan ook gewoon naar de scholen toe te gaan. Naar de stagiairen die dan op stage lopen bij ons, weet je wel. En dan dat we, of de leerlingen gewoon vanuit jullie klas uitnodigen, een paar leerlingen die een beetje enthousiast zijn natuurlijk, en
Een beetje enthousiast maken. Dat is super tof. Over de zorg, want de zorg is gewoon leuk, weet je. Maar zijn er daadwerkelijk echt tekorten? Ja. Is het echt... Zeker. Schreeuwen om mensen? Ja. Ja. Ik draai nu regelmatig een uurtje extra, omdat er dan of te weinig mensen zijn of alleen maar onbekende mensen zijn die de afdeling moeten draaien. En wat ik zeg, als je van die mensen houdt, dan gaat dat je wel, dan doet het je wel wat. Maar ik denk ook, maar wat je zegt, het is constant negatief in het nieuws. Mm-hmm. Dat motiveert natuurlijk helemaal niemand. Nee. Zelfs niet de zorgmedewerkers die nu aan het werk zijn. Want als je al wat te zeuren had, dan wordt het nu alleen maar makkelijker. Want het is er de hele dag. En als jij een opleiding wil gaan kiezen, hoor je dat je in elk geval niet naar de zorg moet gaan. Dus, dat is toch een oliedom, is echt een oliedom, toch? Ja. Als je het nieuws alleen maar hebt dat de zorg... Ja, gewoon kut is, weet je wel. Ja, dan ga je ook niet in de zorg werken. Dat is niet motiverend voor iemand. Vooral niet als je 15, 16 bent. Niet weet wat je wil met je leven. Nee. En dan, daarom luister ik liever naar het jeugdjournaal, weet je. Dat is ook af en toe nog wat leuke dingen. Ja. Je doet alleen maar negatieve dingen, ja. Ja, en helemaal over verpleeghuizen, ouderenzorg. Nou, ik weet niet wat ik allemaal langs zie komen op social media, maar ook op het nieuws en op LinkedIn. Ik vind dat wel heel lastig. Dat ik echt denk van, ja, zo ga je het ook nooit voor elkaar krijgen, om te beginnen. En ik zou echt zeggen van stop met je oordelen en kom nou eerst eens kijken hoe het in werkelijkheid is. Ja. En het is niet alles is zoals als je hoort dat het is. Het is soms gewoon heel anders. En dat kan je eigenlijk alleen maar ervaren, dus dan moet je eens een keer langskomen. Ja, tof. Ja, en want die tekorten die zijn er. Ja. Hebben jullie een idee hoe je dat zou kunnen oplossen? Want we hebben natuurlijk in Den Haag nog mensen die daar hun hoofd over breken, om het zo te zeggen. Het komt maar niet van de grond. Het heeft natuurlijk met geld te maken en dergelijke. Maar hoe kijken jullie dat aan? Maar ook met out of the box denken. Er kan echt heel veel. En als je in die kaders blijft zitten, dan ga je er niet uitkomen. Nee, 100% niet. En wat bedoel je met out of the box denken? Ik heb bijvoorbeeld allerlei ideeën al geopperd over nieuwe vrijwilligers werven. Over familie vragen wat ze zouden willen doen in plaats van zeggen we hebben hulp nodig. We weten niet hoeveel. Mm-hmm. Maar ook... veel meer focussen op welzijn, op beweging. Want mensen kunnen een pilletje krijgen en gewassen zijn. En dat is hartstikke belangrijk. Maar hoe gaaf zou het zijn als die mensen straks weer heel veel zelf kunnen doen? En hoe oud iemand ook is, je kan dat voor elkaar krijgen. En ik zeg niet dat iedereen nou zichzelf moet gaan redden, want dat is absoluut niet waar. Maar als iemand gelukkig is, heb je automatisch minder zorg nodig. Want als iemand veel beweegt, heb je minder fysio nodig. Als iemand gelukkig is, dan hoef je niet altijd de dokter te bellen voor depressie. Of de psycholoog. Je kan zoveel met mensen alleen maar simpel gelukkig maken. En gelukkig maken is zo moeilijk niet. Nee. Is gelukkig niet, is dat niet subjectief? Ik denk dat het op veel manieren kan. Om te beginnen moet je gewoon eens heel goed luisteren naar wat iemand nou echt wil. En wat ik wel een dingetje nog vind in de zorg is, heel veel dingen zijn standaard. Het is al 10 jaar zo geweest, dus we doen het zo. Maar ga nou eens naast iemand zitten, luister nou eens echt wat iemand zegt. En ga er dan eens op in. En dan niet, ik heb haast. Want dat is ook een ding in zorg. Mensen zeggen allemaal dat ze druk hebben en dat ze haast hebben. Ja. Maar puntje bij paaltje kan je de helft van je taak eigenlijk al anders indelen. Maar omdat iedereen constant zegt, ik heb haast. Ja, dan hebben we ook allemaal haast. En dan wordt het alleen maar meer haast. Ja. Ik denk, als je zeg maar een half uur de tijd langer neemt voor iemand. Dat je uiteindelijk de rest van de dag iemand heel soepel kan aankleden. En dat je daar veel meer aan hebt dan dat je alleen maar aan de haast bent. Ja. En ik kom zelf ook uit de zorg. Ik heb ook daadwerkelijk mensen gewassen. Ik heb stoma verzorgd. Dat soort dingen allemaal. En nog steeds help ik mee als dat nodig is. Maar ik denk echt dat dingen anders kunnen en met veel meer plezier. En inderdaad, dat gaat veel sneller als jij die boterham even voor iemand smeert. Maar als je erachter gaat staan en je legt uit hoe. En dat moet je 4, 5, 6 keer doen. En de 7e keer smeert diegene die boterham zelf met een dikke glimlach. Ja, dan heb je veel meer bereikt. Ja. Is het niet ook een maatschappelijk probleem? Dan? Dat is ook wel lastig. Wat heb je nu uitgerukt? Want ik zat nu even bij je gelukkig subjectief opmerking. Nou ja, over dat in de zorg die tekorten, dat ook misschien een maatschappelijk probleem is. Want waarom doe ik bijvoorbeeld niks in de zorg? Of waarom doe jij niet, bijvoorbeeld jij zit goed in de muziek, waarom ga jij niet een keertje optreden, ik noem maar wat, hè, voor die ouderen of iets dergelijks. Mm-hmm. Of loop je een keer van zorg en staat binnen van, joh, ik ga 1 keer in de maand ga ik met u een rondje lopen. Mm-hmm. Ja, maar dan gaan we de verantwoording verleggen. Nou, maar dat zeg ik, is het een maatschappelijk probleem? Kunnen wij ook niet daar iets in betekenen? Of is het een overheidsprobleem dat het niet goed genoeg gestimuleerd wordt? Nou, dat er weer heel veel... Wat ik net ook vertelde over die overblijven. Samenwerking, we kunnen veel meer samenwerken. Ja. Elkaar, denk ik.
En wat ik net ook nog wel vertelde, van, kijk, je hoort altijd zorg en welzijn, maar zorg is welzijn. Weet je, dat, nee, ja, woordje, dat is waar. Dat, ja. Dat wil ik nog even vertellen. Want er is toch bezuinigd in de zorg in de afgelopen jaren? Ja, daar weet ik niet heel veel van. Nee, ik weet ook niet de precieze dingen. Ik weet wel dat, omdat er zorg tekort was, zeker rond corona, ja, zijn heel veel dingen ook opgeschoven omdat andere dingen belangrijker waren, maar het wordt niet meer teruggedraaid. Nee, nee, nee. En dat, daar zit denk ik in mijn ogen ook wel een heel groot ding om te winnen. Dat ik zou zeggen van jongens, allemaal weer eventjes overnieuw resetten, corona is voorbij. We beginnen met een wit blad, hoe gaan we de dingen indelen? Ja, ja. Maar ik heb het niet goed gevolgd in de afgelopen jaren, dat is ook slecht voor mij. Maar invark tijdens corona kwam toch door, onder andere door de eerdere bezuinigingen toch, vanuit het kabinet. Waardoor dus heel veel handen tekort, dat we heel veel handen tekort kwamen dus in de zorg, toch? Volgens mij wel. Ja, toch? Dus is wel, mijn vrouw die werkt in de gehandicaptenzorg en daar werd constant bezuinigd. Dan werden die tijden weer aangepast, dan een half uurtje langer, een half uurtje korter. En dan als bijvoorbeeld een manager erboven en die managingfunctie werd in één keer weer geschrapt. Ja. En dan kreeg je weer een regio dingetje. En iedere keer waren ze weer, ieder jaar laat ik zo maar zeggen, gebeurde er wel weer iets. En op een gegeven moment werd de werkdruk steeds hoger en hoger. En dan was je opeens, alleen stond je op 12. Ja, 12 ik ga niet weer beginnen met die rant. Heb ik vorig jaar ook al gedaan. Mm-hmm. Je weet precies over wat ik het wil hebben. Maar dus die daarom, dat bedoel ik, van moeten die verantwoordelijkheden bij de burger gezocht worden of vanuit de overheid? Want het is toch heel veel zeggen dat in de afgelopen jaren dat bepaalde beroepen, en bepaalde sectoren, dat er kaart werd geschild om loonsverhoging, mm-hmm, om betere waardering, dat het in het onderwijs lag, in de zorg, noem het maar op. En dat zijn juist de belangrijkste beroepen in onze samenleving. Maar daar wordt heel erg minderwaardig naar gekeken in de beloning die er wordt gegeven. Natuurlijk, als je dan een jong kind vraagt van wat voor opleiding ga je doen, ja, dan of ze gaan denken van ik wil carrière maken, of ik ga iets doen voor de samenleving. Maar ja, ik zie niet genoeg perspectief, plus het wordt niet genoeg betaald. Ja, fuck die shit, ik ga niet in het onderwijs of in de zorg. Ja. Dus ik kies iets anders, want dat wordt meer gestimuleerd. Ja. Snap je? Dus we kunnen inderdaad heel veel vrijwilligerswerk gaan doen, tuurlijk. Maar dat is een klein beetje. Het echte probleem ligt denk ik ergens anders. Waardeer die mensen meer, man. En zorg ervoor dat de faciliteiten gewoon goed zijn. Snap je? En zorg ervoor dat die mensen niet handen tekort komen. Dat ze niet overwerkt dan ook nog uitstromen voor de mensen die het wel willen doen. Dus ja. Ja, en luister. Luister. Ja. Weet je, het is constant, maar dingen zijn zoals ze zijn. En daar word ik altijd echt giftig om. Ja, het is zoals het is. Als er een bepaalde medewerker een wens hebt, het zijn geen reële voorbeelden, maar het is gewoon even als voorbeeld. Stel, iemand wil alleen maar in de nacht werken en die wordt constant op de dag ingeroosterd. Zulke dingen. Denk nou eventjes na en luister echt. Ja. En als zorgmedewerkers wat zeggen, misschien hebben ze wel gelijk een keer, weet je. Ja, die komen uit de praktijk, hè? Ja. Dat is het. Dat zijn de deskundigen. En als je dan over een stukje bureaucratie hebt en mensen van hogere hand die dan niet in het werkveld staan en dan wel die keuzes mogen maken. Ja, dan zie je dat soms niet de juiste keuze wordt gemaakt. Nee. En wat je zegt over vrijwilligers, natuurlijk. Het was goed als we allemaal vrijwilligerswerk zouden gaan doen, maar even realistisch. We leven in een maatschappij waar je met z'n tweeën vol gas moet werken als je een gezin hebt. Je kinderen gaan al naar het kinderdagverblijf, zodat je überhaupt kan werken. Zou je ze nog een dagje extra brengen om dan ook nog eventjes koffie te gaan schenken in een verpleeghuis? Het is super mooi als er vrijwilligers zijn. En echt waar, iedereen die erover nadenkt, van harte welkom en kom bij ons. Maar gewoon even heel realistisch gezien, de werkende leeftijden nu, hoe kom je week door? Hoeveel tijd heb je voor jezelf of voor hobby's? Nou, bijna niet. Dus is het geen maatschappelijk probleem. Het is een probleem van de overheid dan. Nou, zeg ik dat goed dan? En ik denk ook dat we veel meer moeten bundelen. Dus inderdaad, weet je. Meer samenwerken. Wil je een dagje vrijwilligerswerk doen en heb je de tijd? Ja, kom het eens proberen. En zeg niet gelijk nee. En denk je na over de zorg. Laat je totaal niet leiden door het nieuws, maar kom gewoon kijken. Ja. En er zijn zoveel opties. Je kan dagjes meelopen. Je kan kijken achter de schermen. Er zijn zoveel opties die we kunnen aanpassen voor mensen die twijfelen. Dus er kan zoveel. En wat hij ook zegt, workshops geven op scholen. Om mensen toch, we nemen rustig een bewoner mee en we gaan ervoor. Ik bedoel. Ja, het mag echt wel beter op de kaart gezet worden, toch? Ja, zeker. Meer praktijkgericht, denk ik ook. Ja, ik denk ook. Want de brug maken naar bijvoorbeeld leerlingen die bij ons op schoolzorg en welzijn. Dat mag ook wel meer op de samenwerking met organisaties ingezet gaan worden, zeg maar. We hadden laatst een directrice van een grote organisatie over de vloer op zoek naar een samenwerking. Ik heb jullie verteld dat mijn leerlingen één dag in de week gingen ze naar een
dagbestedingsplek met een opdracht om die met die ouderen aan de slag te gaan door middel van een bepaalde activiteit. Ze moesten verschillende activiteiten verzinnen, bijvoorbeeld een sportieve, educatief, dus waar je iets van leert, of recreatief, een stukje ontspanning, sportief. Nou, en dan moesten ze een draaiboek van maken en dan gingen ze contact maken. En je ziet dat bij de ene ging het natuurlijk beter dan bij de ander, maar ze zijn met mensen bezig. Dit is echt, je bent met echte mensen bezig. Je bent met een vrouw van 93 bezig, een andere meneer die heel zijn leven op Curaçao bijvoorbeeld gewoond is. Dus sinds 15 jaar zit hij hier, die vindt het lastig, spreekt de taal niet. Nou, je zit de hele tijd op je telefoon, laat die meneer eens even kijken hoe jij op je telefoon zit. Weet je, al dat wordt het echt voor die leerlingen. En onderschat is, die mensen met de telefoon niet, hè? Nee. Ze zitten bij ons aan tafel ook gewoon op Facebook, dus dat is ook superleuk voor de jongen. Nee, maar wat ik probeer te zeggen is dat je die kinderen een succeservaring meegeeft, dat je ze laat zien hoe het ook kan en hoe het echt gaat. En ik denk dat daar behoefte aan is van, oh, dit is ook zo, dit is ook tof. Weet je, en dat is wat wij ook op zoek zijn op school, om die leerlingen ook te laten zien van zorg. Van, hey, want niemand kiest bijna voor ouderenzorg bij ons, zeg maar. Dat zijn er maar heel weinig. Veel die dan verpleegkundigen gaan kiezen of iets dergelijks, maar weinig op heel veel pedagogisch medewerkers. Geen bewegingsagogen, die moeten we... Maar dan heb je het over het VMBO. Ik vraag me dan af, waar, als het echte werk begint in de vervolgstudie, hoe is het daar ingericht op die verschillende ROC's? Want daar haken dan studenten af, toch? Ja, klopt. Dus ja. Dit gesprek hadden we ook vorig jaar met onze twee collega's van de basisschool. Mm-hmm. Ergens op het HBO voor onderwijs gaat het mis. Ja. Snap je? Waardoor dus doordat we dus nu nog steeds met tekorten lopen, waar loopt het mis op het MBO? Ja. Snap je? En dat kids misschien een studie niet afmaken, of een andere studie gaan volgen, of iets anders kiezen. Want er zijn ook heel veel leerlingen die vanuit, vanuit het VMBO zorg en welzijn doen en ineens een hele andere richting kiezen. Snap je? Doen wij dan iets verkeerd? Of wordt het gewoon niet lekker genoeg gemaakt op het MBO? Ja, weet je, het zijn heel veel dingen waar je over na kan, denk ik. En ik weet niet waar het aan ligt. Ja, ik weet wel een beetje waar het aan ligt, maar dat ga ik niet. Je kan ook bijvoorbeeld zorgen dat je erachter komt dat je het oprecht niet leuk vindt. Dat kan natuurlijk, dat is niet erg. Maar ik denk dat we er veel meer in moeten investeren dat mensen in de zorg gaan werken. Dat is wat ik denk uiteindelijk. Ja, zeker. En die investering komt ergens vandaan, toch? Ja. En dat moet ergens starten. Ja. Nou, jullie mogen sowieso bij ons op school langskomen, hoor. Dat, ja. Hup, dat busje vol. En binnenkort gaan we het ook eens goed ook doen. Er komen een stuk of acht van die mensen die komen gezet naar ons toe. En dan geven ze een handmassage. De dametjes krijgen dan een nagellakje met de man. Dan gaan we dan een spel spelen. En dan gaan we ervoor zorgen voor een brunch of een high tea of iets dergelijks. Ja, dat is leuk. Ja, dat is toch. Jullie met de handen, dan kom ik binnenkort langs. Ja. Ja. Nee, maar op die manier is het voor die kinderen is het echt. Het zijn echte mensen. Ze krijgen een unieke ervaring. En ze moeten zich een bepaalde beroepshouding aanmeten waar we heel erg op aan het hameren zijn. Nou ja, en hoe tof kan je het voor ze maken? En voor die mensen is het weer een uitje. Die doen het vaak leuk met kinderen. Die vinden de kinderen vaak leuk. Dus ja, dan snijdt het mensen gewoon aan twee kanten. Ja. Dus dat is echt wel heel tof. Maar je ziet toch ook vaak dat studenten ook doorgaan studeren in een HBO en zo. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is ook wel goed natuurlijk. Maar ja, we hebben ook die praktijkmensen nodig natuurlijk. Ja, maar dat is... Want ik zat ook weer te denken van... Dat is ook wat de maatschappij creëert, toch? Want ik heb nu een dochtertje, ze zit op de basisschool. En stiekem, want ik zat ook te denken, ik heb ook zelf aandeel erin. Ik kijk toch ook naar mijn dochtertje van, ik wil het liefst dat je HAVO gaat doen en daarna HBO, noem het maar op. En alles wat lager is, dan ben ik een beetje teleurgesteld. Maar dat is de druk die wordt gegeven vanuit de maatschappij. Ja. Snap je? Ja. Of teleurgesteld is een redelijk woord, maar je snapt wel wat ik bedoel, toch? Van, Dat zag je toch ook bij de studiefinanciering. Want HBO is dat hoger is dan de MBO. Dat! Dan zie je al gelijk de verschillen. Maak je al onderscheid, Terwijl dat helemaal niet. En terwijl de motor van de maatschappij is het MBO, toch? 60-70% is VMBO, toch? Ja, dat bedoel ik. En toch wordt het altijd een soort van lelijk neergezet. En alsof je dan niet succesvol bent in het leven. En ik denk ook dat heel veel ouders daar een soort van, ik dus ook, daar de fout in gaan. Je hebt gewoon een bepaald talent en werk gewoon naar je talent. Ja, maar er wordt een bepaalde verwachting geschept van, dit is waar je goed in bent, of wat goed is voor de maatschappij, doe. Ja, weet je. Ja, nou ja, ik heb het regelmatig met Michelle, dat is mijn vrouw, erover van, of mijn kinderen nou VMBO basis gaan doen, of VWO, of iets dergelijks. En natuurlijk, voor hun zou het makkelijker zijn als je HAVO, VWO in de maatschappij waarin we leven. Maar stel dat het VMBO... Nou en?
Voor mij is oprecht, dat meen ik serieus, oprecht het belangrijkste dat hij of zij gelukkig is. Ja. Dat ze zichzelf kunnen zijn, dat ze zichzelf mogen zijn. En dan hoorde ik laatst ook iemand zeggen van, ja, wat wil je laten worden? Gewoon jezelf. Ja. Gewoon ga jezelf maar eens worden. Ga maar eens uitzoeken hoe jij werkt, wie jij bent, waar jij voor staat, wat jouw idealen zijn. En dat vond ik wel mooi. Ik weet even niet meer waar dat vandaan komt, maar dat hoorde ik dus. Denk van zo, dat is echt tof inderdaad. Want iedereen denkt aan profvoetballer of aan arts of dierendokter, zeg mijn zoontje dan. Hè? Maar word maar eens gewoon jezelf. Ik was laatst bij me met mijn zoontje bij een KNO-arts. En die doet dan nu ook, ja, als je een arts wil worden, dan ben je lang studeren, toch? Ja. En dan, die doet nu volgens mij ook gewoon heel de dag hetzelfde eigenlijk, toch? Yeah. Ja. Is ook gewoon een riedeltje. Dus ja, tuurlijk. Heel lang. Ja, ja. En op een gegeven moment kan je dingetje waar je goed in bent, ja, dan moet je heel de dag dat doen. Ja, ja. En het is steeds the same old work. Je weet toch, het is gewoon bullshit werk dat wat we aan het doen zijn, snap je? En dan krijg je een extra stempel ervoor. Ja, maar wat ik bedoel te zeggen is, uiteindelijk wat Joel zegt, werk is werk, snap je? Ja, maar er wordt heel veel druk vanuit de maatschappij gegeven of gebracht dat je een bepaald, want wat jij ook zei van wees jezelf, ik vind het mooi dat je dat zegt, maar helaas gebeurt dat niet vanuit de maatschappij, snap je? En wordt er toch een bepaalde druk opgelegd, want als ik nu terugdenk en ik ging in 2001 beginnen met studeren, was ik volledig de muziek in gegaan, want dat is wat ik wilde. Ja. Maar op een of andere manier ben ik toch een opleiding gaan volgen van ja, ik moet toch een opleiding doen, want dat is wat mijn ouders verwachten, dat is wat de maatschappij van mij verwacht, dat is wat mijn docenten van mij verwachten. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een leraaropleiding doen, via mijn tegenzin gedaan, omdat ik eigenlijk iets anders wilde doen. Uiteindelijk heb ik wel een plek gevonden en ik doe het met heel veel plezier. Ja. Maar zelfs hoe wij in het onderwijs zitten, bro, we vergaderen elke week. Je ziet wat wij eigenlijk aan het doen zijn, hè. Je zegt het heel mooi, van ze mogen zelf zijn, maar alsnog zitten we op de cijfers, op bepaald gedrag, ja, bepaalde competenties moeten ze behalen. Ja. Maar hun eigen talent, hun eigen persoonlijkheid, hun eigen, broer, dat ontwikkelen we niet, waardoor misschien kansen worden gemist in de zorg of andere belangrijke beroepen, snap je? Ja. Ik hoor wat je zegt, alleen ik bedoel, wat ik geef het dat mijn kinderen mee, dat ze zichzelf moeten ontdekken, kunnen zijn, moeten zijn. En kijk, de maatschappij is inderdaad, ja, mijn zoontje is in een groep 3, die heeft laatst een CITO-toets moeten maken. Crazy toch? Ja, weet je, waar hebben we het over? Heb ik ook een mening over? Doet ze moeten een spelen, CITO, man. Nou, ja, dat. Spelen. Ik knuffelen. Ja. Nee, maar spelen word je oud van, hè? Echt, hè? Nou, precies, maar dan, wat hij nu al moet kunnen, dat kunnen ze bij ons op school nog ineens. Sommige leerlingen. Dan denk ik van, ja, weet je, wat is dan het belang daarvan? En dat kunnen we over discussiëren, dat snap ik wel. Maar ik probeer echt mee te geven vanuit thuis, zeg maar, dat ze hun zichzelf mogen en moeten zijn. Dat ze mee moeten in de maatschappij. True, dat klopt. Ze moeten naar school. Ze moeten inderdaad die doelen gaan halen. Maar ik probeer ze wel thuis dan zo vrij mogelijk op te voelen dat ze zelf mogen zijn, dat ze een pad vertrouwen mee krijgen. En, mm-hmm. En is het ook niet dat we veel te jong moeten kiezen? Dat. Ja, ook. Ja. Dat. Ja. Wat weet je dan nog? Wat weet je van de wereld? Wat weet je van jezelf? Helemaal niks. En dan moet je even bepalen wat je gaat doen voor keuze. En als je dat niet doet, dan ben je weet ik het hoeveel jaar kwijt. Dat. Ik wist het pas op mijn 25e, 26e. En ik nog steeds denk, ik wil iets anders doen. Ik wil miljonair worden eigenlijk. Ja. Ja. Ik wil bewegingsagoog worden. Ja, echt hoor. Ik wil bewegingsagoog inderdaad. Ja, dat is toch, en dat is het, dat maakt het lastiger. En dan inderdaad, ja, weet je. Ja, mooi. Mooi gesprek. Tof. Heel nice. Ik wil eigenlijk renten, maar dat kan niet meer. Het gaat alleen maar, het gaat om hashtag leefplezier. Dat, bewegen is leven. Ja. Ja, en wat je wel heel mooi in de ouderenzorg leert. Kijk, je hebt natuurlijk die boek, hè, Levenslessen van 100-jarigen. En we hebben het hier over van wat weet je vroeger, wat weet je nu. Wat zou je doen als je weet wat je nu weet vroeger. In de ouderenzorg krijg je die lessen gratis, elke dag. En je krijgt zoveel wijsheid mee, waardoor ik wel heel veel bewuster in het leven ben gaan staan. Ja. En als het regent, ja, dat komt ook door wat ik meegemaakt en door mijn werk nu. Ik trek mijn kinderen mee naar buiten, laarzen aan. En als je niet nat genoeg bent, mag je niet meer mee terug naar binnen. Nice. Weet je, elke seconde pakken die je hebt, het is zo voorbij. En, niet dure schoenen kopen dan, hè? Nee, ja, nee, geen dure schoenen. Ander onderwerp. We gaan afronden beginnen. Maar, ik heb schoenen voor elke occasion, toch? Ja. Je krijgt er zoveel voor terug. Ja, precies, joh. Onze dank is groot. Ik vond het heel erg interessant. Bedankt voor jullie komst. Het was echt heel nice. Jullie bedankt, man. Ja, toch? Ja, kleine moeite. We hebben de Lely goed op de kaart gezet, hoop ik zo. Iedereen luisteren daar. Nee, maar nogmaals, bedankt voor jullie komst. Ik vond het super interessant. We hebben een hoop dingetjes ook geleerd. Succes met jullie eigen podcast. Ik ben erg nieuwsgierig hoe dat wat voor vormen dat gaat aangeven.
En zoals we nu, we eindigen weer met het laatste woord. Dus nogmaals, ik bedank onze luisteraars. Check ons Instagram en TikTok, klasse.podcast. Heb je een vraagje of wil je iets zeggen? Heb je een mening? Stuur een mailtje naar klasse.podcast@gmail.com. Het laatste woord is voor jullie, guys. Send hem op. Marv, dankjewel, Legend. Yo. Nou, wat ik mee wil geven is zorgen dat je in je leven plezier hebt. Dat is alles eigenlijk. Ja. Ja, en geniet van elke seconde. En kan je nog niet kiezen, kom dan gewoon kijken. En hoe kunnen ze komen kijken? Nou, Joël heb je op social media, die kun je overal vinden. Juist. Stuur hem een berichtje en dan regelen we de rest al.